Software is niet een van de eerste dingen waar je aan denkt in de productie van bouwmaterialen. Maar juist het gebruik van bepaalde software kan ervoor zorgen dat het product dat wordt geleverd kan voldoen aan de hoge kwaliteitseisen. In fabrieken wordt heel veel gewerkt op papier, met als checklijsten, interne taken, maar ook interne audits. En dat kan tegenwoordig veel efficiënter. Wanneer je gebruik maakt van een digitale applicatie of app, dan kan je je checklijsten, je taken, maar ook je interne audits digitaliseren. Daarover kan je ook nog een rapportage maken en acties formuleren. Ik ben Randy Appia, directeur, mede-eigenaar van Easy Factory. Wij zijn een technologiebedrijf wat slimme, gebruiksvriendelijke apps maakt voor de maakindustrie. De app maakt het mogelijk om je processen te standaardiseren en eigenlijk direct afwijkingen te melden van de standaard. In de fabriek maken wij kozijnen. Deze moeten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. En om dit te waarborgen proberen we dat met instructies op te lossen. En daarbij is het heel belangrijk dat wij dat op gestandardiseerde manier doen. Hierbij hebben we werkinstructies gemaakt die dan vaak in mappen verdwijnen. Ja, en deze worden nauwelijks gelezen, worden niet geraadpleegd. En waarbij je dus ziet dat hele belangrijke taken dan soms niet uitgevoerd worden. Toen zijn we gebruik gaan maken van de app. En daarin hebben we eigenlijk alles wat we op papier hadden, zijn we gaan digitaliseren. Dus we hebben onze checklijsten, onze taken en onze audits allemaal digitaal in de app gestopt. Die komen nu op een routinematige manier komen die terug, zodat elke operator bij elke machine precies weet wat hij op welk moment moet doen. Ik ben Huub Langendijk en ik ben hoofdproductie kunststof bij Schipper Kozijnen. Het resultaat is dat we nu veel minder vaak fouten herhalen. Als we een fout hebben gemaakt en we vinden daarvan de oorzaak, dan leggen we de oplossing daarvan vast. En vervolgens komt dat als routinematige taak weer terug. Dus bijvoorbeeld de controle op een bepaald onderdeel. Dit komt dan elke keer terug, waardoor die afwijking niet meer optreedt.